In juli vorig jaar staan alle seinen op groen en is herstel van de oudste boerderij van Westland in zicht. Maar nu, 9 maanden later, lijkt aan renovatie van de Vlietwoning in Naaldwijk nog weinig gedaan. Tijd om de balans op te maken met bewoonster Gree Ruigrok en stichting Boerderij de Vlietwoning. Maar nou, daar word je wel een keertje helemaal zat van, echt waar. Tussenbeide denk ik, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Al 10 jaren hangt er een wit zeil om het voorhuis nadat in 2009 het noodlot heeft toegeslagen. In het schaatsmuseum aan de burgemeester Elzenweg in Naaldwijk is dinsdagmiddag brand ontstaan. Kortsluiting zet de stal en de woning uit 1436 in vuur en vlam. De stal is in oude luister hersteld en nu is het voorhuis aan de beurt. De binnenkant is gedeeltelijk af en nu is het wachten op subsidie van de provincie. We verwachten eind mei witte rook. En dat we in de komende maand juni 2019 van start kunnen met de eerste restauratiewerkzaamheden van het voorhuis van de boerderij. Dan is de boel in het najaar wind en water dicht en kan men aan het interieur beginnen. Waarna in het eerste kwartaal van volgend jaar het werk gedaan is en er eindelijk een punt achter gezet kan worden. Want het geduld van mevrouw Ruigrok, die hier 46 jaar geleden is komen wonen, wordt fors op de proef gesteld. Als ik dat van tevoren allemaal geweten had, nou, dan had ik er echt een punt achter gezet. Had ik gezegd, nou, laten we staan zoals het is en dan kijken we naar die persen. Maar maar het gaat eenmaal niet, want het is natuurlijk een rijksmonument. Dus ja, dat kun je zomaar niet afbreken. De oudste boerderij van Westland moet uiteindelijk weer geld opleveren door vaste verhuur aan bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Maar ook het geven van rondleidingen aan scholen, het schenken van koffie en thee, tentoonstellingen in de grote stal en kleinschalige dagbesteding in de naastgelegen Hooischelf. Het huidige bestuur kan ook wel wat extra menskracht gebruiken. We zijn eigenlijk op zoek naar 1 of 2 goede bestuursleden die het bestuur willen komen versterken. Het is nog iets te klein, zeg maar, het bestuur, en we willen dat er wat meer bestuursleden komen. Mevrouw Ruigrok heeft er vertrouwen in het boek volgend jaar eindelijk te kunnen sluiten, waarna een nieuwe tijd aanbreekt voor de Vlietwoning. We hebben gelukkig goede gesprekken gehad. Dus nou goed, als alles nou een beetje mee wil werken, nou, ik denk dat we dan wel het eindpunt wel weer in zicht komt.